Het wordt waarschijnlijk nooit duidelijk wie de moeder was van het dode babytje dat deze zomer werd gevonden in de bosjes in Rotterdam Zuid. Vermoedelijk werkte de moeder op het cruiseschip Aida Prima. Het jongetje zat in een vuilniszak die speciaal voor de rederij van het cruiseschip wordt gemaakt. Uit DNA-onderzoek blijkt dat de moeder van Aziatische afkomst is, maar verdere aanknopingspunten zijn er niet, zegt de politie.